What's up guys? Het is maandag, oftewel Creative Monday. De dag waarop ik al jouw vragen beantwoord over fotografie, filmmaken en alles daaromheen. We hebben een vraag binnen gehad en die gaat over copyright en het plaatsen van een logo in je foto's. En die vraag gaan we vandaag beantwoorden. Let's go! Voordat we aan de video van vandaag beginnen, heb ik even iets te vieren. Goed, nu we dat achter de rug hebben, is het tijd om over te gaan tot de orde van de dag. De vraag die we gehad hebben is van Dirk Geerdink. Dirk, bedankt dat je je vraag hebt gesteld. Ik ga mijn best doen om hem zo goed mogelijk te beantwoorden. En de vraag is als volgt. Hoe om te gaan met copyright en je naam op foto's zetten? Ik maak foto's waar modellen en mensen tevreden mee zijn. Inmiddels zet ik in de hoek mijn fototag. Toch blijft het jammer wanneer je naam er niet op staat als ze hem op WhatsApp gebruiken bijvoorbeeld. En wat vind je van mensen helemaal sprayen met je naam en mensen ervoor laten betalen voordat ze een goede foto krijgen? Nou Dirk, je vraag bestaat uit twee delen en die gaan we onafhankelijk van elkaar beantwoorden. Het eerste deel gaat over copyright, oftewel in Nederland heet dat het auteursrecht. Ik moet een kleine disclaimer geven, namelijk dat ik geen advocaat, jurist of juridisch onderlegd ben. Dus wat ik ga vertellen is alleen op basis van mijn bevindingen als fotograaf en wat er op internet min of meer te vinden is. Mocht ik iets fout zeggen, laat het dan even weten in de beschrijving hieronder en dan geef ik graag een rectificatie. Alle rechten waar jij als fotograaf van gebruik maakt zijn geregeld in de auteurswet. En in de auteurswet staat min of meer niks meer en niks minder dan op het moment dat iemand een foto maakt, dan heeft diegene alle rechten met betrekking tot die foto. Je hoort wel eens verhalen van mensen die een foto hebben gemaakt en dat die foto zonder hun toestemming gebruikt wordt door bijvoorbeeld een nieuwswebsite of een ander type website. Nou, de vraag is dan, mag dat? Nee, dat mag zeker niet. En wat je dan kan doen, is die mensen gewoon een factuur sturen. Van luister, ik heb die foto gemaakt, ik heb de rechten ervan, ik geef geen toestemming om die foto zomaar te gebruiken. Dit en dat zijn de kosten die eraan komen hangen om die foto te plaatsen. Alsjeblieft, hier heb je een factuur. Mocht je die factuur niet voldoen, dan ga ik juridische stappen overwegen. Nou, moet je er wel rekening mee houden dat Nederland niet Amerika is. Dus het is niet zo makkelijk om iemand zomaar aan te klagen en dan te verwachten dat je 5 miljoen krijgt als nu.nl zomaar jouw foto heeft gebruikt. Het is niet zo makkelijk. Maar je hebt wel degelijk rechten en op het moment dat de mensen niet reageren of niet voldoen aan jouw factuur, dan is het wel degelijk makkelijk om even bij het juridisch loket binnen te lopen. Een onderdeel van het auteursrecht is het portretrecht. En het portretrecht, dat zegt het al, dat is de rechten die de geportretteerde heeft. Nou is het niet te verwarren met daadwerkelijk een portret. Portretrecht heeft betrekking tot iedereen die herkenbaar is afgebeeld. Dus op het moment dat jij een foto maakt op de openbare weg, op straat, van mensen, dan hebben die mensen portretrecht. Portretrecht heeft geen betrekking op het maken van de foto, maar wel op het publiceren van de foto. En publiceren kan zijn op internet plaatsen of de foto afdrukken en bijvoorbeeld voor een expositie gebruiken. Is het dan zo dat iedereen die op de openbare weg op de foto wordt gezet zomaar kan zeggen, hey, ik wil niet dat je mijn foto op internet plaatst? Nee, daar moeten namelijk zwaarwegende belangen voor zijn. En zwaarwegende belangen kunnen bijvoorbeeld zijn op het moment dat iemand op de foto staat terwijl die iets doet wat niet mag of op een hele onflatuleuze manier of dat er andere redenen zijn wat een extra reden is waardoor de geportretteerde, dus degene die wordt afgebeeld, kan zeggen, hey, deze foto mag je niet publiceren. Voor de rest heb je met name op de openbare weg altijd het recht om foto's te maken en heb jij als fotograaf altijd alle rechten over die foto. Dirk zegt in zijn vraag dat hij vaak modellen fotografeert en de vraag is hoe kan je dan het best met je auteursrecht of met de copyright omgaan. Nou, het is natuurlijk zo dat op het moment dat jij als fotograaf iemand op de foto zet, dan heb jij het auteursrecht en degene die wordt afgebeeld heeft het portretrecht. Hoe kom je dan niet met elkaar in conflict? Dat is door een kort contractje op te stellen. Er zijn verschillende benamingen voor dit contract, zoals een model release form, een quitclaim of een modellencontract.
In dat contract staat dat het model afstand doet van de portretrechten. Het ligt eigenlijk nog iets genuanceerder, want je hebt een model release form en een modellencontract. En in het contract staat bijvoorbeeld waar de foto's voor gebruikt worden, in welke oplagen, tijdschrift bijvoorbeeld wordt gedrukt en allerlei dat soort wat specifiekere zaken. En een model release form is eigenlijk alleen een formulier waarop degene die op de foto staat afstand doet van de portretrechten. En een voorbeeld van zo'n model release form zal ik zetten op mijn Facebookpagina en die link zet ik hieronder. Gaan we door met het tweede onderdeel van de vraag van Dirk. En die gaat over het plaatsen van een logo in je foto's. Dit is een onderwerp, daar is nogal veel over te doen. En ik moet zeggen dat ik in bijna alle gevallen een tegenstander ben van het plaatsen van logo's in je foto. Ik vind namelijk dat het er vervelend uitziet en dat het 9 van de 10 keer zowel je foto als je logo geen eer aandoet. Maar er zijn een aantal situaties waarin het juist wel handig is om je logo in je foto te plaatsen. Een situatie waar je er juist wel voor kan kiezen om een foto te voorzien van je logo is bijvoorbeeld als je die foto op een fotografieforum plaatst. Of op een andere plek waar mensen naar jouw foto kijken en meteen in de foto kunnen zien dat jouw naam eronder hangt. Op het moment dat je zelf een website of een Facebookpagina hebt waar jij een portfolio hebt met jouw foto's, dan vind ik het persoonlijk super irritant als je op elke foto elke keer weer dat logo tegenkomt. Mensen weten dan namelijk al dat ze op jouw website of jouw Facebookpagina aan het kijken zijn. Dus waarom zou je dan elke keer je logo erin hebben? Want mensen die weten toch al waar ze naar kijken. En daarnaast is het zeker niet zo dat op het moment dat jouw logo in je foto staat, dat je dan wel auteursrecht hebt. En op het moment dat je foto niet voorzien is van een logo, dat je dan in één keer geen auteursrecht meer zou hebben. Dat is niet het geval. Op het moment dat jij die foto hebt gemaakt, dan is dat gewoon jouw eigendom. En je hoeft je er dan ook geen zorgen over te maken dat mensen dan in één keer wel jouw foto kunnen jatten. Want op het moment dat ze jouw foto willen jatten, dan kunnen ze sowieso een klein stukje kroppen, jouw logo eraf halen en er alsnog misbruik van maken. En je hoeft dat niet eens zozeer te zien als een negatief. Negatief ding, want je kan gewoon een factuur erachteraan sturen, want je hebt die rechten heb je toch wel. Snap je hem? En het laatste onderdeel van de vraag van Dirk. Wat vind je ervan om foto's helemaal vol te sprayen met je naam en mensen ervoor te laten betalen voordat ze een goede foto krijgen? Dat, Dirk, vind ik persoonlijk echt een super slecht idee. Op het moment dat mensen jou moeten betalen voor die foto's, moet je zorgen dat het schip met goud binnen is voordat jij die foto's oplevert. Dat zijn gewoon de afspraken. Want op het moment dat jij je foto's verpest door er van links tot rechts jouw naam in te zetten en mensen gaan toch die foto's op internet plaatsen, dan denkt iedereen, shit man, waarom heeft deze fotograaf zijn eigen foto verpest door zijn naam er zo groot bovenaan te zetten? Je foto's zijn namelijk altijd het visiteplaatje van je werk. Ik hoop dat ik de vraag over het auteursrecht en het plaatsen van logo's in je foto's een beetje heb kunnen beantwoorden. Dit is in ieder geval hoe ik erover denk. Vond je deze video interessant? Vergeet dan niet om een duimpje achter te laten en om te abonneren op dit YouTube kanaal. Mocht jij een vraag hebben over fotografie, filmmaken of iets daaromheen, vergeet dan niet om te reageren of me een berichtje te sturen via Facebook. En wie weet behandel ik jouw vraag volgende week. Peace!